Hoe kan ons ecosysteem ons geld opleveren? Dit is de Universiteit van Nederland. Wat een ongelofelijke puinhoop is het ook, moet je kijken. Weet je dat wij 59 miljoen ton afval per jaar produceren? Met z'n allen. En dat is dan allerlei. Dat is dan zowel de bouw als de industrie enzovoort. Maar eigenlijk als consument, jullie allemaal. Jij zet meer dan 500 kilo per jaar aan afval voor de deur. Dat is echt niet te geloven. Nou, en dan dit, hè? Dat kan je wel in de oceaan gooien. Want dat is ook 5 miljoen ton. Wat is nu goed berekend? In de zee. En daar wordt het eigenlijk, ja, valt het uiteen in hele kleine stukjes. En die kleine stukjes die werken ook nog als een soort sponsje op allerlei gifstoffen die in die oceaan zitten. En dat komt in de hele voedselketen. En wat u misschien helemaal niet weet, dat is dat er bijvoorbeeld in tandpasta of in scrubs stoppen ze dan hele kleine plastic bolletjes. Omdat het zo lekker voelt. En dat spoelt dus weer af. En uiteindelijk komt dat ook in de oceaan. Met alle problemen van dien. Hoe anders is het in die natuur? Ik bedoel, in die natuur is helemaal geen afval. Er bestaat gewoon helemaal geen afval. Of dacht u dat er iemand met een bladlazer kwam, hè, die dan, als u door het bos loopt, gewoon weer die bladeren allemaal gaat opruimen? Nee, dat gebeurt natuurlijk niet. 3,8 miljard jaar heeft die natuur geleerd om zijn eigen rotzooi op te ruimen. En dat is gewoon een kringloop. Maar wij doen het eigenlijk helemaal verkeerd. Dat hele huishouden van onze economie, dat klopt voor geen meter. Wij zitten gewoon in een verkeerde economie. Ik noem hem vaak een lineaire economie. Je pakt nieuwe grondstoffen, je maakt er wat van en uiteindelijk wordt het afval. En dan zeg je van ja, maar we recyclen toch zoveel. Nou, inderdaad, we recyclen in Nederland, geloof ik, derde land. We zijn de derde met recyclen. Maar het is eigenlijk meer downcyclen. Het is eigenlijk weer meer, nou, we doen er nog wat leuks mee. En uiteindelijk is het dan een bermpaaltje. En dan uiteindelijk komt het toch in de verbrandingsoven. Dat is natuurlijk niet hoe we ermee op moeten gaan. We zitten op één planeet met 7 miljard mensen. En een heleboel van die grondstoffen, die zitten alleen maar op deze planeet. Die kunnen we niet zomaar eventjes ergens van een andere planeet gaan halen. Al proberen we dat trouwens wel hier en daar. Er is dus schaarste van bepaalde grondstoffen. En dat kunnen we ook meer verwachten. En dan gaat ook de economie en de prijzen gaan daarop reageren. Maar wat we nu doen is eigenlijk, we leven van ons kapitaal en niet van de rente. En omdat onze economie eigenlijk een wereldwijde economie is, zien we ook wereldwijde effecten. En dan wil ik u eigenlijk als voorbeeldje dat mobieltje wat u allemaal heeft. 75 kilogram aan grondstoffen die we hiervoor nodig hebben. Nou, wat zit daar allemaal in? Er zit glas en keramiek in en er zit kunststof en koper en zink, ijzer, tin, lood en een heleboel aardmetalen. Een heleboel zeldzame metalen zitten hierin. En waar komen die zeldzame metalen nou eigenlijk vandaan? Nou, bijvoorbeeld tantaal, dat komt uit de coltanmijnen. En die coltanmijnen, dat halen we dan niet uit Finland, waar er ook wel wat van is. Nee, dat halen we uit de Democratische Republiek in Congo. Want daar is het natuurlijk prachtig, lekker makkelijk, hoeven we ons niet aan zoveel wetten te houden. En de heerschappij over de mijnen is een reden tot de burgeroorlog van de Democratische Republiek in Congo. En wat als ecoloog ik heel erg vind, natuurlijk u allen, is dat voor de winning van dat coltan, er worden wegen aangelegd, er worden regenwouden voor gekapt. Vooral ook om de guerrillastrijders en de arbeiders van de mijnen uiteindelijk te bedienen. En het is dus niet alleen voor de mensen, maar het is ook vooral voor de oostelijk laagland gorilla's. Dat is dat gebied waar zij leven. Dat oostelijk laagland gorilla's, die dienen zelfs als bushmeat. En die zijn de laatste 10 jaar met 80% al afgenomen. En het is al een hele kwetsbare populatie. En dat allemaal voor uw mobieltje. Ja, als ecoloog zien we dus dat er een enorme destructie
plaatsvindt voor energie, voor grondstoffen, voor voedsel. En dat gaat maar door en dat gaat heel hard. En op de een of andere manier zeggen we dan van jongens, dit is toch ons natuurlijk kapitaal. Die natuur die levert ons allerlei diensten, gratis en voor niks. We nemen het maar voor lief dat er is. En het staat niet in onze boeken, het staat niet in onze winst- en verliesrekening. Hè, we nemen het maar voor lief dat we het gratis krijgen. En dat gaat natuurlijk niet. En als we het ineens de natuur het niet meer doet, omdat wij er verkeerd mee om zijn gegaan, dan zien we ineens hoe duur dat eigenlijk is. Ik zal een voorbeeld geven. Even kijken. Nou, drinkwater. Nou ja, oké, drinkwater. New York. Een stad met waarschijnlijk het beste drinkwater. En hoe komt dat? Omdat ongeveer 150 kilometer ten noorden van New York liggen de Catskill Mountains. En dat is een prachtig bosrijk gebied. En dat bosrijke gebied, alle regen die daarop komt, dat wordt gefilterd door de bomen, de wortels. En onder dat hele gebied ligt een waterlaag, een waterdragende laag. En daar wordt drinkwater van New York vandaan. Maar in de 70er jaren kwam dat gebied eigenlijk tot ontwikkeling. Nou, er werd gekapt en gekapt en daar kwamen zomerhuisjes en boerderijen en campings. En toen eind 80er jaren, toen begonnen ze in te zien van, oh, dit gaat mis met ons drinkwater. Wat gaan we doen? En New York had de keus. Of we besteden 6 miljard dollar aan een waterzuiveringsinstallatie met een onderhoud van zo'n 300 miljoen per jaar. Of we kopen de hele boel uit voor 3 miljard en we maken er een totaal park van. En dat was een economische keuze die ze maakten en dat hebben ze gedaan. En nu hebben ze weer het mooiste drinkwater in New York. En de Catskill Mountains zijn gered. En het laat dus ook zien dat die natuur dat soort dingen doet. Kijk, even terug naar deze bladeren. Ik zei het al, als u op een prachtige voorjaarsdag de kersenbloesem op de grond ziet liggen, denkt u toch ook niet, jeetje, wat een afval. En wie gaat dit nou opruimen? En jeetje, wat heeft dat een energie gekost, zeg. Dat allemaal gemaakt is. En wat zonde en zo. Nee, dat is helemaal niet zonde. Want in feite, deze bladeren worden weer afgebroken. En het wordt weer voedsel voor een nieuwe plantengroei. En van die planten leven weer dieren. En die dieren zullen uiteindelijk weer sterven. En tot stof zult u wederkeren. Ja, want uiteindelijk komt u weer in die bodem terecht. En de kringloop is gesloten. De natuur kent helemaal geen afval. En die kringlopen, dat zijn de koolstofkringlopen, de waterstofkringlopen, de zuurstofkringloop, de stikstofkringloop. In feite de mineralenkringloop, zwavel, de fosfaat, noem maar op. In feite zorgt de natuur daarvoor dat allemaal goed zijn werk doet. Dus daar kunnen we heel veel van leren. En er is eigenlijk ook een heel legertje aan soorten die hier aan meewerken. Het is een systeem. En wij mogen ook wel eens wat meer gaan denken in systemen. Er is een enorme diversiteit. Er is verbondenheid. Er is afhankelijkheid. De een zijn dood is de ander zijn brood. Dat is hoe de natuur functioneert. En hoe komen ze dan aan die energie? Nou, die energie komt gewoon van de zon. Hè? Die enorme kerncentrale op 150 miljoen kilometer afstand, dat is onze kerncentrale. Die moeten we niet hier gaan bouwen, die moeten we gebruiken. Die staat daar. En ook fossiele energie is in feite gewoon zonne-energie die vastgelegd is en 400 miljoen jaar geleden in biomassa is vastgelegd. Dus die zonne-energie kunnen we van leren. Nou, waar we naartoe moeten is dus een circulaire economie. En die circulaire economie, waar we die kringlopen sluiten en waar we de grondstoffen behouden, die is er dus voor de technische cyclus en voor de biologische cyclus. Hier houden we zaken in een biologische cyclus, dingen die afbreekbaar zijn, geen toxines zijn, die door de natuur eigenlijk ook worden afgebroken. Maar we hebben ook een technische cyclus. Hè? Koper, blijft koper, nylon. En niet een downcycle waar je het uiteindelijk in het graf belandt, maar van wieg naar wieg, cradle to cradle. En niet cradle to grave. Dat is de circulaire economie. En wat belangrijk is, is dat je dus niet wat je nu doet een beetje minder slecht gaat maken, want dan doe je het nog steeds niet goed.
He, je moet dus naar het design, je moet naar het ontwerp toe, je moet naar het begin toe. Want je moet eigenlijk al iets maken dat je het weer goed uit elkaar kan halen. En dat je het ook heel erg goed kan blijven recyclen en zelfs upcyclen wel. Misschien weet u dat, maar deze flesjes, ik zou u altijd kraanwater aanraden. Die flesjes die zitten vol met nare stoffen. Weekmakers, antimon, dingen die je niet in je lijf wil hebben. Met een upcycling kan je die dingen er zelfs uithalen. Kijk, dat is dan cradle to cradle. Nieuwe intelligente ontwerpen. En dat ontwerp is ook alles bepalend. Want je kan dus niet met toxines werken die in deze cyclus terechtkomen. Bij natuur, dat kan niet. Je moet ook geen hybride maken. Want als je legeringen maakt van metalen, dan kan je ze niet meer uit elkaar halen. Dus je moet echt aan de ontwerpkant zitten. Goed, ik vind het altijd leuk om dan te laten zien dat je ook hele nieuwe soortige bedrijven krijgt die zich met zo'n circulaire economie bezig gaan houden. En ja, eigenlijk wil ik er eventjes eentje laten zien. Dat is toch wel heel erg mooi. Want kijk, uw koffie die u drinkt, de koffie die u drinkt, dat is, dan denkt u van nou ja, lekker koffie. Maar dat is nog maar een mini 0,02% of zo, is in feite de koffie die u drinkt. En wat u over heeft, wat daarover is, al die koffieprut, dan denkt u, ja, wat moeten we daar dan mee? Nou, in een circulair denkend systeem kan er een ander bedrijf, afval is voedsel. En dat zien we, want wat is er mooier dan dit? Shiitake, die natuurlijk prachtig groeien op deze koffieprut. Een eiwitrijk, prachtig product. En een klein bedrijf kan het eigenlijk zo doen. Ik haal bij jou de koffie op. Ik maak er shiitake van. Jij hebt een lunchroom. Ik kan bij jou de shiitake weer brengen. Het is een heel erg mooi product. En dit bedrijf doet dat. Ja, en een ander aspect van een circulaire economie is dat we eens een keertje gaan nadenken over, wil ik eigenlijk wel alles bezitten? Want dat weet je misschien niet, maar een televisie die bevat bijna 4.500 chemische componenten. Nou, die hoef ik echt niet te bezitten. Ik wil gewoon televisie kijken. Zo wil ik ook over een tapijt kunnen lopen, zoveel tapijturen hebben. Of ik wil helemaal niet al die lampen hebben. Ik wil gewoon zoveel lichturen hebben. En er zijn nu bedrijven die dus op deze manier gaan denken. En dat is ook helemaal niet raar, want bijvoorbeeld als je een kantoor hebt met een kopieerapparaat, dan koop je dat kopieerapparaat helemaal niet, want je koopt gewoon zoveel kopieën en daar betaal je voor. En dan zal die man of vrouw die dat kopieerapparaat maakt wel even goed nadenken dat hij dat goed maakt. Want anders moet er iedere week een mannetje komen om het kopieerapparaat te gaan maken. Dus als ik die lampen door de grote lampenfabrikant in het zuiden van het land laat maken, dan denk ik dat daar een goede lamp in komt. Want anders hebben we, dus dan gaan we niet meer van die rotzooi produceren, maar dan gaan we kwaliteit produceren. We hebben in de mensheid, bij de mensheid zou je kunnen zeggen, verschillende fasen gezien. Eerst hebben we het vuur uitgevonden. Daar hebben we natuurlijk fantastisch veel aan gehad. Zo'n 18.000 jaar geleden zijn we met landbouw begonnen. Nou hoefden we niet meer achter ons voedsel aan te hollen. Was ook wel heel erg handig. Hadden we tijd over voor oorlog en wapens maken en de maatschappij opbouwen. Dat was heel erg handig. Industriële revolutie heeft ons verschrikkelijk veel gebracht. Maar heeft ook zijn negatieve kanten laten zien. Met hoe meer mensen, hoeveel druk dat geeft op toch ons natuurlijk kapitaal. Ons natuurlijk kapitaal wat in feite nu uitgekleed wordt. Dus ik denk dat we toegaan naar een vierde tijdperk, zou je kunnen zeggen. Waar we verantwoordelijkheid nemen voor al die andere soorten die hier op de planeet leven. Voor dat natuurlijke kapitaal waarvan we weten dat het in de boeken zou moeten staan. En dat het niet gratis en voor niks is. En dat we dus op een hele goede manier geld kunnen maken. En ook best wel veel geld zouden kunnen verdienen, maar dan op een andere manier. Als we onze inspiratie halen uit die natuur en we werken met die natuur, dan kan geld dus wel degelijk aan de bomen groeien. Maar ik ga nog verder, want er is ook een lucratieve bijverdienste in je dagelijkse behoeften. En in het volgende college laat ik je heel goed zien hoe je eigen poep goud waard is.